Vanuit Arkel varen we vandaag via Gorinchem naar Woudrichem aan de overkant van de Merwede. Dwars door dit mooie vestingstadje stroomt de Linge. Rechts zijn de huizen gebouwd over de kademuur. Vroeger was ook de linkerkade bebouwd. In plaats van huizen staan er nu auto's. En het scheelde niet veel of ook dit vaarwater was parkeerterrein geworden. Sinds de aanleg van de grote Merwede-sluis is dit smalle sluisje alleen voor niet al te brede jachten. Achter de sluis wacht de Merwede, een doorgaans drukke rivier met veel binnenvaartschepen tussen Rotterdam en Duitsland. Drie Merwedes zijn er eigenlijk. De boven, de nieuwe en de beneden. Dit is de boven Merwede, die stroomt van Woudrichem naar Werkendam, even verderop aan stuurboord. Wij gaan bakboord uit naar Woudrichem. Als je goed kijkt, zie je de toren van de Martinuskerk uitsteken boven de bomen. 300 jaar geleden verloor hij zijn spits door een storm en sindsdien gaat de toren als mosterdpot door het leven. We nemen een kijkje in de historische haven van Woudrichem, compleet met ambachtelijke scheepswerf, museum en restaurant. Wil je daar even lunchen? Meer dan af aan de Maastijger voor Woudrichem, want hier betaal je het volle overnachtingstarief.